hoe lang nog? Dat is eigenlijk mijn enigste probleem. Maar ik maak er geen probleem van, want dan schiet je niks meer op. Maar ik bedoel, dat is wel een angst. Terwijl je dat, en dat is het gekke, als je jonger bent, sta je er niet bij stil. En dat is maar goed ook. Maar nu in je omgeving hoor je niks anders van die gaat dood en die is ziek en die markeert dit en die markeert dat. En dan ga je erover nadenken. En voor de rest, ja, een kwestie van, je kunt er niks tegen doen. Nee. Gewoon maar doorgaan. Dat is het enige. Ja, dat is gewoon lang geleden. Goh. En weet je wat het erg is? Het komt niet meer terug. Want wat denkt u als u naar die foto's kijkt? Nou, dan denk ik van, oh, dat is lang geleden toch alweer. En ja, dat is voorbij geweest. Komt niet meer terug. Ja, dan heb je wel weer andere opdrachten, maar dat is toch weer anders. Ja, dat is toch 13 jaar en dat vind ik toch een hele tijd. En hoe je verandert in 13 jaar, dat is ook, dat zie je zelf dan ook heel erg. Maar goed, ik had aan mijn haar ook heel anders en alles. Kunt u mij helpen aan een kopje koffie? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Wat voor koffie had u gehad willen hebben? Hè? Espresso of cappuccino of gewone nou, koffie? Gewoon koffie, ja. Met melk, suiker? Nee, nee, niks erin. Helemaal Hij moet gewoon. Kan je erbij? Oeh, ja, wel. Dat is niet makkelijk. Nee. Weet je, ik word er natuurlijk steeds niet beter op, dus alles moet, wat ik tot nog toe nog kan. Je moet niet je bed blijven leggen. Morgen stond heb goud in de mond, dat is niet voor niks. Dus we beginnen altijd om 6 uur waren we eruit en om 6:30 stonden we in de kassa. Tot 7 uur zeg maar, dus je werkte wel alle dagen behalve zondags. Als jij met een hoop personeel op een bedrijf loopt, dan iedereen snijdt anders. En mijn vrouw zei meteen, ik snij alle rozen. Alleen. En jij doet alle werk in de schuur, want daar is ook een hele hoop werk. Ik doe nog een kar vol, O'Neil. Zo, deze komt nou, die gaat er nou uit en dan ga ik nog een kar doen. Ah, mooi, als je er terugkijkt en denkt, hé, nou is die mooi, mooi eraf. Nou, morgen weer nieuwe. Ja, ik vind het prachtig werk hoor. Ja. Na het sorteren gaan we koffie drinken. Ja. Ik bedoel, ik ben dan toch een uitzondering. Ik ben een oud mens en die moet niet met de caravan rijden. Met de camper rijden, vinden ze. Tenminste, dat idee heb ik. Er is natuurlijk niemand die met een camper rijdt. Mijn leeftijd, hè?
Dit is het paneeltje voor de schotel. Dan ziet u hier allemaal lampjes ziet u ernaast staan. En dit zijn de bepaalde satellieten die wij nodig hebben. Dus Astra 19, Hotbird, Astra 23, noem het allemaal op. De enige die voor ons van belang zijn is Astra 19 en Astra 23. De rest is allemaal niet van belang. Nou, als je zegt van ik ga hem Willem gaan verdraaien, dus ik wil naar Astra 23 toe. Dat zegt men toch niks joh, wat is nou toch? Nee, dat is een andere satellietpositie. Het is wel zo met die kaart, als je hem langdurig niet gebruikt hebt, gaat die kaart gaat op zwart. Dus omdat u een codering gemist hebt. Wat u dan moet doen is, u kunt sms'en of bellen of op allerlei manieren of via internet kun je dus die kaart weer aan laten zetten. Er staat een nummer op, die heb ik net opgeschreven. Ik denk dat het allemaal veel te moeilijk nee, is. Nee hoor, dat is niet te moeilijk, echt niet. Als je dat eenmaal één keer gedaan hebt, dan gaat u het niet meer vergeten. Waarom verkopen jullie toch een camper aan oude mensen? Ja, omdat u er een gekocht hebt. We moeten daar naartoe. Oh, die gaat wel. Oh, gaat die eerst naar voren toe? Oh, dan moeten we daar instappen. Is het nog een heel eind? Ik zou schatten dat het ongeveer 10 minuten lopen. 10 minuten aan een kwartier. Oké. Okay. Gaat ze in ieder geval die kant op en ja. Maar rechtdoor en dan een kruising tegen en dan daar de is. Dankjewel. Die kant op. Utrechtse, daar staan we en daar moeten we zijn. Welke richting moeten we dan op? Want dat is het punt. Start. Goddamme. Ja, we zitten er heel dichtbij, maar ik weet niet welke richting we op moeten. Denkt u er wel eens over om te gaan stoppen met werken? Nou, het is uit de hand gelopen hobby. Nee, dit is zo. Dat wij stoppen? Nou. De dokter zegt, je moet aan het werk blijven. Als ik in de bejaardenhuizen kom, dan zitten ze die stukken jongens en ik. Die lopen allemaal achter een rollator. Ze kunnen het bed niet meer. Hier is je sleutel hoor. Oh. Een portemonnee moet ik. Dokter Boeierma. Boersma. Boersma, oh. Maar waar is mijn portemonnee? Hierin. Oh. Je weet waar je moet komen? Daar zo, rechts, helemaal daar tegen die heg aan. Plaats 14. Ik ben eens ooit benaderd voor naaktfotografie. En dat doe ik niet. Bedekt met naakt vind ik nogal mooi. Als je echt een beetje iets moois doorschijnend aantrekt. Maar
verder, nee. Dan moeten ze maar aan de jonge meiden overlaten. Het komt wel eens voor dat ik een dag daarna weer een shoot zou hebben, maar meestal niet. En daar ben ik wel hartstikke blij om. Morgen ben ik uitgeteld. En dan is het de dag erop weer goed. Dat vindt u het wel waar? Ja, tuurlijk. Allicht. Nou, dat moet zijn, vind ik geen punt. Dan is het dus zo weer over. Ja, er is iets, hoe noem je die dingen die achter je rug zitten? Wervels, er is een gescheurd, zegt ze. Ze hebben foto's gemaakt. En nou, 's morgens als ik opsta, dat moet ik heel voorzichtig doen. Ja, ze zegt, je moet wel een beetje aan de gang blijven. Niet stil gaan zitten de hele dag, dat is niet goed. Dus... Ja, ik ook, maar ja, dat, ik heb een zakenman afgegeven. Heb je hulp nodig, mam? Ja. Sorry hoor, ik kan het allemaal niet meer alleen. Het is nu ook hard, hè? Wat moet je hebben dan? Hè? Wat moet er gebeuren? Nou, mijn stroom moet even aangestoten en dan moet ik mijn luister omlaten. Het is zo hoog. Op de veiling hadden wij een naam, want wij hadden altijd nieuwe rozen. We hebben nooit een soort gepoot wat er al was. Hè? En een hele hoop mensen lopen achter de markt aan. En dan is het geweest. Maar dus wij hadden iedere keer weer nieuwe soorten. En wij hadden altijd, meestal hadden we 5 verschillende soorten. En zeggen ze, ja, dat is niet economisch niet goed, maar dat zat wel goed.
De meeste rozen stonden een week. En die van ons stonden dan altijd 14 dagen. Omdat ze rust kregen en ja, wij hebben nooit gejaagd, want je kan ook heel hard stoken dat je een hele hoop rozen krijgt, maar dan krijg je hele kleine knopjes en geen sterke rozen. Oh ja, dus mijn ding is nog niet aangesloten, mijn elektriciteit. Ik moet natuurlijk de kabel. Zie je, dat lopen ze al met elkaar. Dus we gaan ergens koffie drinken of happy hour altijd. En wil je ook een drankje? Nee, ik drink happy nooit. Nee. Het limonade heb ik ook hoor. Ja, dat is natuurlijk wel lekker, maar ja, zeg. Nou, dus dat maakt ook niet uit. Zeg. Dat te gek hoor. Alsjeblieft, hè. Dank je. Nou, ik had nog niks gedronken, dus ik kom er goed uit. Proost, hè. Op een lekker weekend. Maar je hebt een nieuwe camper. Ja. Ik had die andere heb ik gekocht, heb ik heel kort mee gedaan, verleden jaar. En was een Volkswagenbus. Ja. Maar dat is die actie, als je dan dat het neerkomt, ook leuk. En ze niet leuk van de zijkant. Als ze een stap neemt, zo'n stapspoelertje, ja. Weet je wel. Ja, dat kun je dat ook proberen. Dan moet je proberen het midden te houden tussen dat serieus en dat lachen. Ja, perfect. Ja, klopt. En niet te laat, anders kom ik niet meer over hem. Takeltje. Oké. Yes. Als je nu meer op je linkerarm leunt, je hand gaat op de grond, en als je je rechterbeen, kun je die uitstrekken, naar één kant trekken? Ja. Af. Nee, dat gaat nog niet. Nee, dat kan. Dat kan. Op je knie, kun je op je knie zitten? En wat als we geen shoots meer zou kunnen doen? Ja, zou ik wel jammer vinden. Maar ik denk dat ik dan weer wat anders zocht. Ik zou het jammer vinden, want op een gegeven moment houdt het ook op, hè. Met leeftijdsdingen, dat ze je niet meer nodig hebben. Dus dat kan. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. Maar het is, als ik het niet meer zou hebben, zou ik het heel jammer vinden. Maar er kan ook een tijd komen dat ik zeg, nou heb ik het wel gezien. Maar die sleutel van mij die ligt in het laadje en die van jou die hangt tekenen. Wat hebben ze in je voorhoofd gedaan? Oh, ik luister. Deed ze je? Ik vertel dat we 60 jaar getrouwd zijn en dat we zoveel aandacht hadden. Ze zegt, dan wil ik je vrouw wel eens zien, de volgende keer moet ze meekomen. Kijk, oefening bij het kunst, het begint steeds harder te gaan. Nee, maar hij trekt zo, duwt hij die grond. Ja. En anders dan trekt hij alleen nog een goede gleuf. Nou, voor een echte storm zou ik hem iets dieper doen. Nou, volgens mij. Nee, net andersom. Dat haakje naar boven. Oh, ja. Kijk, als je naar deze kant, als je naar deze kant kijkt, kijk, dan haak je daar af. Ja. Oké, ik kan dit verder wel hoor, jongens. Nou, doe maar. Je doet het maar. Ja, nog een stukje hebben. Zo ver mogelijk. Doe maar even je kwaad bent. Zo, ja. Hang maar niet op.
Demis Roussos, wie was dat nou? Nee, dat komt mooi. Net Kinkel. Zet hem maar op. Frank Sinatra, Doris Day. Doe hem er eens in. Zo. Zeg maar welke ik in moet drukken. Nou, dat doe jij. Ja, doe het. On a day like even zachter. Bedboom. Even zachter uit moet je zetten. Ja, even. Hij mag wel lachen, hij mag maar even harder. Zo ja, ja, mooi. How you laugh when I cry each time I saw the tide take our love letters from the sand. Oh, die is leuk, die. Die is zo gelijk. Die. Die is leuk. Is je net het? Die. Laat het niet praten, hè, zo. Ja, weet je.